zijn op weg naar de Teacher of the Year Award. Wie is de beste docent van 2011 en wat zijn zijn of haar geheimen? Let's go! I would like to invite on the stage 5 excellent teachers. The winner of the Teacher of the Year 2011 this year is Kirk Peck. U hebt de prijs al 2 keer gewonnen, u bent best vaak genomineerd. Wat is uw geheim nu? Dan moet je aan de studenten vragen wat het geheim is. Maar ik denk dat het enthousiasme is, dat het een grote betrokkenheid naar studenten is en dat studenten merken dat ik heel veel energie in alle vakken stop. Ik ben Stan Pekka. Wat maakt hem nou zo goed? Zijn enthousiasme. Heel saai misschien, zijn enthousiasme. En hij eet bodem. En waarom doet hij dat? Om het textuurgehalte te bepalen. Ik vind een man als Geert is natuurlijk een topper. Geert Peek, Teacher of the Year 2011. Ben je het daarmee eens? Ja. Mijn kamerdeur staat altijd open. Als studenten vragen hebben, kunnen ze mij mailen en ze krijgen direct antwoord. Collega's kan ik soms wel 1 of 2 dagen op antwoord laten wachten, maar studenten krijgen altijd direct antwoord. Studenten zijn als mijn eigen kinderen. Ja, zo behandel ik ze ook. Ja. Ik heb geen kinderen, maar ze zijn als mijn kinderen. Ja. Teacher of the Year 2011. Geert Peek is het geworden. Zijn geheim, hij eet bodem, werkt zich uit de naad en studenten zijn als zijn kinderen. See you later.